Hey jongens, ik ben het de Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag gaan we weer wat live Call of the Ghost. En vandaag is dat Krang gameplay Warhawk. En vandaag ga ik met de Chainsaw spelen. En het gaat maar niet in deze video om de Chainsaw, maar om mijn perks die ik gebruik bij mijn Chainsaw. Want als je Krang speelt, dan is het zo, als jij eenmaal Krang bent, dus je maakt een kill, dan krijg je alle speed perks. En volgens mij ook gedeelte van de handling. Ik weet niet of je ook perks krijgt, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval sowieso alle speed perks. Dus als jij bij jouw standaard setup al speed perks hebt, dan heb je ze eigenlijk dubbel en heb je niks aan. Dus ik heb ervoor gekozen om al mijn speedpugs eraf te flikkeren. En als ik nou gekrenkt word, dan krijg ik ze toch. Dus ik hoop dat dit een goede tactiek is. En hopelijk krijg ik dan ook een beetje een mooie score. Je moet wel nagaan, ik speel dan met een chainsaw. Hè? Dat is sowieso niet het allerbeste wapen. Het is wel in mijn ogen aan de ene kant een beetje een OP wapen. Want je hebt niet het gezeik dat je moet aimen. En hij heeft gewoon fucking hoge accuracy. En veel ammo, je laadt snel, bladibladibla. Het is eigenlijk een light machine gun zonder de nadelen van een light machine gun. Maar het is natuurlijk nog steeds geen super wapen. Zeker niet voor deze afstand. En hoe heb ik het overleefd? Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Holy fuck. Dat moet ik ook niet meer proberen, zie ik wel. Trouwens, nog één ding. En dat was best een faal. Oh, oh shit, nog een kill. Hoppakee. Dat is, ik had al een video gemaakt net. En toen kwam ik erachter dat mijn webcam niet aan stond. Dat was echt een faal. Dat was serieus echt een uberfaal. En er zat er een in mijn rugzak ineens. Oh. Oh, juist. Ik denk, eindelijk heb ik hem dood. En dan staat er eentje hier. En dat is ook iemand die gewoon echt als een mongol loopt, hè. Gewoon heel traag zo van... En dan schiet hij zo en dan schiet hij me dood. Fijn, 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 fijn. 3 om 1. We gaan sowieso proberen mijn streak te halen. Dat is eigenlijk een beetje de taak, want ik ben niet zo heel goed gekrenkt. Ik vind het een beetje een chaotische game mode. En dat hoort ook te zijn. Alleen het probleem is, de mensen die juist campen en niet rennen, die maken de beste scores. Want dat is eigenlijk het slimste, maar met dit wapen kan ik niet echt gaan campen. Dat is het probleem. Want jij moet eigenlijk, als je krenk speelt, moet jij scheid hebben aan de timer. Je moet gewoon rustig spelen. Je moet natuurlijk niet in een hoekje zitten, dan word je gewoon fucked. Maar je moet niet gaan rennen. Je moet juist slim gaan spelen. En dat kan ik niet met dit wapen. Dit wapen moet ik wel gaan rennen. Het gaat me redelijk goed af nog. What the fuck? Holy shit, dat was een nice kill. Ik denk dat ze van links zijn, maar ik ga toch via deze kant. Nope. Nog eentje. Nee, jij hebt mij niet. Oh fuck. Hierboven? Ook niet. Ik moet nog één kill voor streaks. Dat is mijn taak. Eén langs mij. Ik zie dat ding kapot. Nee, ik wou dat ding kapot schieten. Ik krijg punten voor. Fuck yeah! Zo doen we dat. We nou mieten. Oké, als ik nog even dat ding kapot krijg. Oh shit, enemies. Oh, streaken. Is dat ding kapot of niet? Dat ding is kapot. Woo! Oh shit man, ik heb al mijn streaks. Holy fuck. Ik haal even dat ding in. Misschien had ik eerst mijn andere chop moeten pakken die ik zelf kan besturen. Holy fuck, dat was intens. Dat was intens. Ik zeg het jongens, probeer gewoon eens mijn klas te gebruiken. Ik zal hem straks laten zien wat het precies voor klas is. Maar dit is echt sick. Ik zweer het, dit is gewoon een manier hoe je het moet spelen. En shit. Ik kon mijn Juggernaut inhalen, maar als ik dat doe, dat kost te veel tijd. Dus ik moet eerst een kill maken. En dan ga ik het ding inhalen, want anders heb ik te weinig tijd om überhaupt dat ding te pakken en dan een kill te maken. En het is dat die chopper kills maakt. Waar zijn die mensen aan het verstoppen of zo? 15-1. Oké, ik moet hem nou snel inkallen. Snel, snel, snel. Ik heb niet zoveel tijd. Waarom heb ik eigenlijk een maniac? Nee, dat is helemaal chaos. Dan moet ik gaan rennen voor mijn kills. Ik zweer dat ik beter zou spelen als ik nou die maniac niet zou pakken. Maar ja, het gaat om het idee. Ik snap echt niet waarom ik een maniac heb. What the heck. Ik moet denk ik gewoon door het midden gaan rennen. Als ze op mij geschiet, dan zie ik ze tenminste. Oké, die hebben we in ieder geval. Daar zijn mijn teammates. Dan ren ik naar die kant. Een gewone Juggernaut werkt ook niet in deze game mode. Want als je gewoon een Juggernaut neemt... Wat? Ik krijg een hitmarker met mijn knife. What the heck? What the fuck was dat? Come on, come on. Wat was die mis? Die was niet mis. Oké, we rennen zo. Nee, nee, dat was niet... Oh, flikker op man. Dat knife is zo'n onzin. Oké, oké, oké. Ja, maakt niet uit. We gaan even snel dat ding erin callen als dat lukt. Als ik er tijd voor heb. Wow, dit is serieus een best nice potje. Gewoon dat ik die streaks allemaal had. En het is best wel... Het is leuk. Ik heb met de chainsaw spelen, joh. Dat doe ik nooit. Waarschijnlijk is het wel een kort potje. Want ik dominate het echt. Oh shit. Oh shit. Al die enemies. Zie je hoeveel enemies. Het zijn net mieren. Ik heb tenminste één kill. 23-2 opkrenkt. Met al mijn streakjes. Met de chainsaw. Ik speel nooit met de chainsaw. Ik weet niet of jullie dat doen. Maar jongens, ik wil jullie vragen om gewoon een keertje... andere perks proberen te pakken met
Weet het nou, met Krenkt. Want als je Krenkt speelt en jij speelt met speedbugs, dan heb je er helemaal niks aan, want die krijg je toch al. Dus ik raad je aan, flikker al die speedbugs weg. En probeer voor de eerste keer misschien iets meer moeite te doen. Want dat gaat dan niet zo makkelijk, want je bent gewend aan die speedbugs. Maar als je dan eenmaal de eerste keer hebt, dan ben je volgens overpowered. Want dan heb je dus ook andere perks en die speedbugs. Dus ik zal eventjes kijken welke klas ik had. Dat was dit ding. En ik had deze perks. Ik had Steady Aim. Nou ja, het komt van de Chainsaw Focus. Dat is altijd goed. Ping. Heb ik eigenlijk helemaal niks aan gehad om heel eerlijk te zijn. Ik heb niet naar de UV gekeken. En Dead Eye. Dat was die laatste perk. En die heeft mijn wapen gewoon veel sterker gemaakt. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En ik zou zeggen, kijk naar de twee video's die waarschijnlijk zo meteen in beeld komen. Want ik heb dus nou een iets andere outro. Hebben jullie waarschijnlijk al wel gezien. Zonder muziek, want dat heb ik ook al uitgelegd. Dat kan op het moment niet meer. In ieder geval, ik hoop dus toch dat je het leuk vond. En tot de volgende keer. Houden we. Dus we moeten iets langer wachten. Het is wel balen, want het ziet er op zich wel grappig uit. Het is geen mooie camo, maar het is gewoon grappig dat het er is natuurlijk. En er zijn ook video's al van te zien van mensen die camo al hebben gehackt volgens mij. Ofzo, ik weet niet. Maar in ieder geval, die kun je zien. Die ga ik niet plaatsen, want dat is niet mijn video. Oh shit. Shit, check dit. Dit is echt van de dolle, jongen. Woehoe! Oh shit. Strike. Ik had die choppers nog.